Ik ben Francis Wanten, ik ben 55 jaar. Ik heb de humaniora afgelopen in het Sint-Franciscus school in Heusden-Zolder, waar destijds de brand uitgebroken is. En nadien ben ik naar de PXL, toen was dat de Provinciale Hogeschool Limburg, ben ik in het avondonderwijs gestapt. Maar dat was een deel avondonderwijs en een deel dagonderwijs. En daar ben ik dan eigenlijk, finaal heb ik daar een diploma B1 Accountancy Fiscaliteit behaald. Ik ben gestart als ondernemer omdat ik van thuis uit een ondernemersfamilie waren. Ik was dus de jongste zoon uit 4 kinderen en ik wou altijd ondernemer worden. Ik weet niet waarom, maar dat zat daarin. Ik heb ook economische vorming gekregen en natuurlijk economische vorming, daar hoort uiteraard boekhouding, fiscaliteit bij. Ik dacht dat dat op dat moment het meest noodzakelijke was om te zorgen dat je als ondernemer zou kunnen slagen. En achteraf is gebleken dat dat goed was. De stage die heb ik gelopen in mijn eigen onderneming en ik moet zeggen dat ik was een geliefde leerling op school omdat ik overdag werkte, 's avonds naar school ging en soms ook overdag naar school ging. En elk technisch of administratief of sociaal of fiscaal probleem, ik nam het mee naar school en het werd daar in groep opgelost. Dus men had eigenlijk veel aan praktische kennis. Hetgeen wat ik eigenlijk aan problematiek elke dag ervaarde in mijn bedrijf en geen oplossing voor wist, nam ik mee naar school. En ik kreeg daar, laat me zeggen, in groep een oplossing vanuit de leerkrachten, vanuit de medeleerlingen, maar toch altijd een bruikbare oplossing. Dus dat was voor mij eigenlijk een win-win situatie. Men moet de scholen, de opleidingen, de studies, de studierichtingen korter bij de werkplek gaan brengen. Maar de werkplek moet ook openstaan voor die studenten ook te ontvangen. En dat is een wisselwerking die van twee kanten moet en kan en zal kunnen komen. Iedere leerling die vandaag afstudeert op de hogeschool, die moet een aantal weken stage lopen. Wij krijgen die stageaanvragen binnen en we gaan er heel consequent mee om. Wij zeggen, je kunt bij ons stage lopen en wij betalen nu zelfs voor die stage, ondanks dat het eigenlijk niet verplicht is. Wat zie je dan? Dat je echt geëngageerde mensen krijgt, maar dat die mensen ook klaar zijn bij het einde van hun studies, bij het behalen van hun diploma, om onmiddellijk inzetbaar te zijn in de werkplek.